De Tweede Kamer liet afgelopen week weten de Ridderzaal niet te willen gebruiken als locatie voor de jaarlijkse troonrede tijdens de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof. Men is nu op zoek naar een vervangende plaats gedurende deze 5 jaren. Genoeg aanleiding voor Peter de Haan om met een voorstel te komen waarin Leeuwarden een prominente rol speelt. 5 jaar lang gaat het Binnenhof op de schop, dan wordt het helemaal gerenoveerd. En de Tweede Kamer heeft aangegeven bij motie dat als het Binnenhof een bouwplaats is, dat je dan niet een troonrede kunt houden in de Ridderzaal. En heeft aangegeven van nou, er moet over een alternatief worden nagedacht. Nou, toen heb ik gedacht van, hey, als dat een keer moet, ze moeten een keer weg uit de Ridderzaal. Wat ligt dan meer voor de hand om de troonrede te houden in steden gedurende die 5 jaar, die een link met de Nassau's hebben, de Oranje-Nassau's. Nou, een ervan is Leeuwarden. Hier liggen Nassau's, hebben graven. Maria Louise, de stammoeder van heel veel koninklijke huizen, kwam uit Leeuwarden, heeft Leeuwarden gewoond in het Prinsessenhof. Vandaar mijn idee, hou 1 keer ook die troonrede in Leeuwarden en daarnaast in 4 andere oranje steden. De Haan ziet behalve voor Leeuwarden ook rollen voor Den Haag, Delft, Breda en Amsterdam weggelegd. Alle hebben deze steden een connectie met de Oranje Nassau's. Qua bijdrage van Leeuwarden heeft hij een helder beeld voor ogen. Ik stel me voor, een rijtour door Leeuwarden, moet je eens voorstellen, die hier begint. Door de grote Kerkstraat naar de Oldehoven. Ik noem dat altijd de Via Sacra, de Heiligweg, want die verbindt 2 kerken. De oude Sint-Vituskerk bij de Oldehoven en deze kerk. Een rijtour die dan naar Schavenek gaat, waar prinses Anna van Hannover aankwam toen die vanuit Engeland naar Leeuwarden ging. Via de Nieuwstad en dan voorstreek Eval naar het stadhouderlijk hof. En bij het stadhouderlijk hof, waar ook de stadhouders dus gewoond hebben, de voorouders van de koninklijke familie, heb je een prachtig balkon. Daar kan ook de balkonscène plaatsvinden die je normaal op Noordeinde hebt. Dus de stad is er helemaal klaar voor. Om de troonrede naar Leeuwarden te halen zijn financiën noodzakelijk. De Haan ziet op dit gebied echter weinig problemen en wijst op de positieve kanten van zijn idee. Vergeleken met de tientallen miljoenen die de renovatie kost van het Binnenhof, gaat het hier natuurlijk om peanuts en het moet toch gehouden worden. En die steden die ik noemde hebben ook een monumentale binnenstad, dus dat is ook een prachtig decor. Ik denk ook dat het leidt tot meer publieke aandacht, omdat ze op zo'n bijzondere locatie worden gehouden in die jaren. Dus dat is ook voor de promotie van de BV Oranje denk ik wel van belang. Maar het is ook een manier om de politiek letterlijk dichter bij de mensen te brengen. In hoeverre het plan van de Haan realiseerbaar is, blijf nog even afwachten. Tot die tijd zullen nog vele plannen de revue passeren. De daadwerkelijke renovatie zal over ruim 3 jaar van start gaan. Een groep van 4 of 5 jongens heeft zaterdagavond een conductrice en machinist mishandeld. Het incident vond plaats in de trein van Drom Rijp naar Leeuwarden. Tijdens een controle kwam aan het licht dat de jongeren niet betaald hadden voor hun reis en toen hen werd verteld dat ze een procesverbaal zouden ontvangen, sloeg de vlam in de pan. De groep keerde zich tegen de conductrice en schopte haar onder meer tegen haar slaap. Toen de trein eenmaal op station Leeuwarden aankwam, werd ook de machinist mishandeld. De politie kwam ter plaatse, maar de jongeren waren op dat moment al gevlucht. Vanwege een kapotte harde schijf van de treincamera beschikt men niet over beelden van de daders. Daarom is de politie nu op zoek naar getuigen van deze mishandelingen. Aquazoo Friesland is afgelopen vrijdagavond heropend. Na het faillissement in 2015 en de overname door eigenaar Libema kan het dierenpark inmiddels weer vooruitkijken. Onder aanwezigheid van burgemeester Vert Kroonen werden de ijsberen Nanu en Felix getoond aan het publiek. Later op de avond deden de gasten hun ogen te goed aan de zeeleeuw in Aquazoo en kon men het vernieuwde park in zijn geheel bestuderen. Met de verbouwing van Aquazoo is veel geld gemoeid. Het ijsberenverblijf kostte 5 ton, terwijl de vernieuwing van het hele park 1 miljoen vergde. Libema laat zich in haar ambities echter niet beletten door financiële overwegingen. Op dit moment trekt Aquazoo nog 100.000 bezoekers per jaar. Als het aan de eigenaar ligt, verdubbelt dit bezoekersaantal in de komende jaren.
Men denkt dit doel te bereiken door het huisvesten van bijzondere dieren als zeeschildpadden en krokodillen. Vanavond staan er in de Leeuwarden gemeenteraad weer belangrijke onderwerpen op het programma. Politiek verslaggever Jan de Vries kijkt vooruit en benadrukt het bijzondere karakter van vanavond. Het is nog wel een bijzondere raadsvergadering vanavond, want het is de laatste van het seizoen 2015-2016. Na vandaag begint het, zeg maar het zomerreces. Maar eerst nog een aantal belangrijke onderwerpen waarover we vanavond besluiten zullen nemen en de richting zullen bepalen. Dat is allereerst het punt jaarstukken 2015. Daar hebben we het verleden week ook al uitgebreid over gehad. Daar zullen een aantal moties worden ingediend, een viertal, zo het nu lijkt, maar er kan nog wat bij komen. En die zullen vanavond worden toegelicht, die zullen worden besproken en van commentaar voorzien door het college. En daarna worden de besluiten genomen over die jaarstukken. Daarna gaan we het hebben over de integrale kindercentra. Een beetje vervolg op wat vroeger de brede school was. Fysiek is het allemaal heel goed voor elkaar met die nieuwe integrale kindercentra, maar er moeten ook profielen nog gemaakt worden van welke karakter krijgt zo'n integrale kindercentra. Dat kan zijn cultureel, dat kan zijn cognitief, dat kan ook sociaal zijn. En dan is de vraag van hoe gaan we ze financieren als overheid? Is het op basis van het aantal kinderen of is het op basis van het profiel? Kortom, daar moet nog even een stevige discussie over komen hoe die financiering in elkaar zit. Een ander onderwerp dat op de agenda staat behelst het horecabeleid. Een gevoelige kwestie die de afgelopen tijd geregeld de aandacht trok. Het punt wat we verleden week ook uitgebreid hebben besproken, de horeca. Verleden week uitgebreid gepraat over de kwestie sluitingstijden. Maar dat was maar een onderdeel van het totale voorstel. Het andere voorstel betrof het vestigingsbeleid. Het college dat vormde het vestigingsbeleid om die regels daarin wat te verruimen. Nou, gelet op de onrust die de verleden week was, sticht het college, we kunnen het onderwerp ook wel splitsen. Dat we zeggen van we gaan gewoon de discussie over het besluitvorming over vestigingsbeleid gaan we gewoon doorzetten. En we halen die sluitingstijd er even uit. En de vraag aan de raad vanavond is van wil men het nu alvast een kader vaststellen over die sluitingstijden of wil men dat nog even laten liggen? In beide gevallen zou de besluitvorming daar pas in september in het najaar over komen. Dus het wordt een beetje uit elkaar gehaald. Dus vanavond zal daar niet echt heel veel vuurwerk over ontstaan. Het reces mag dan in aantocht zijn. De aandacht voor lokale politiek duurt de komende tijd voort op Leo TV. Dit alles wordt gegoten in het zomerse programma Leo Zomerpolitiek. We hadden verleden jaar al 3 afleveringen. Dit jaar zullen we er 4 hebben. Ik ga met een viertal politici op pad op een door hun gekozen locatie. En dan gaan we een beetje op zoek naar de mens achter de politicus. Erg leuk. De eerste uitzending is op 18 juli. En dan ga ik met Serge Hollander de Oldenhoven op en de Prinsentuin in. De week later ga ik met Hilde Tjedema, zij is van D66, loop ik door de Hollanderwijk, loop ik bij het station en ga ik naar het Fries Museum. Dan in eind augustus, dan praten we over 22 augustus, ga ik met Jan Assen-Nicolai naar Heegterp Schieringen. En dan gaan we dat bespreken en dan praat hij ook over zijn capaciteiten als schrijver en dichter. En de laatste aflevering van Zomerpolitiek is op 29 augustus. En dan praat ik met de fractievoorzitter van Verenigd Links, Jan van Olven, over zijn grote geschiedenis. En die begint hier in Leeuwarden bij de Prins Frederik kazerne. De politieke uitzendingen op Leo TV beginnen vanavond om 20 over 7.